Goedemorgen allemaal. Wij staan hier vandaag rond Utrecht Centraal. Bij Tribes zijn we naast ons eigen kantoor. Roos, wat gaan wij vandaag doen? We gaan vandaag een cursus programma management volgen, georganiseerd door de SMC Academy. Wij, Rien en Roos, werken allebei bij SMC. En in dat kader gaan we de ins en outs leren van programma management. Programma management. Ik ben ontzettend benieuwd. Anders ik wel. We gaan naar binnen. Zorg voor onze cursus vandaag, cursusprogramma management Joop Bos. Wat is programma management eigenlijk precies en wat kunnen we ermee? Een programma is een tijdelijke manier van organiseren om een complexe verandering te organiseren. Ik sta hier met Liesbeth. Liesbeth is echt een collega van ons, leading professional bij de koffieautomaat. En Liesbeth, wat schiet de wereld daar nou mee op met programma management? We zien dat de opgaven steeds complexer worden. Het is niet meer alleen een brug, maar een hele ontwikkeling van een gebied. Dat vraagt om programmamanagement naast projectmanagement. Complexe opgaven zeg je, en wat maakt dat programmamanagement daar nou zo geschikt voor ten opzichte van project- of procesmanagement? Nou, zoals je ook al even van Jo hebt gehoord, is programmamanagement eigenlijk een manier om met heel veel projecten samenhang te creëren om een uiteindelijk doel te bereiken, bijvoorbeeld een leefbaar, duurzaam gebied. Management ook binnen ons bedrijf. Deze cursus is daar een voorbeeld van. Wat kunnen we nou nog meer verwachten op het gebied van programmamanagement binnen RADFV? Ja, het is in ieder geval winst dat programmamanagement als een leading thema is neergezet binnen dit bedrijf. We gaan deze training herhalen, want er is heel veel belangstelling voor. Het gaat ook een olievlekwerking krijgen, omdat iedereen die op die training is geweest ook elders het woord verkondigt. Wij gaan het verder vertellen. Rien gaat het verder vertellen. Dat in ieder geval. Maar ik ga ook de buitenkant doen, want wij moeten binnen Royal Scanning DAV een grotere pool hebben van mensen die dit kunnen en ook elkaar begrijpen. Maar ik ga ook met een aantal opdrachtgevers op strategisch niveau het gesprek voeren over: wat is voor hen programmamanagement? Wat is belangrijk? Wat vindt u belangrijk in een programmamanager? Ja. Dus ik wil ook de buitenkant met de binnenkant verbinden. Ja, dus je krijgt direct weer meerdere partijen erbij. En voor direct een complexe opgave. Je behandelt het bijna als een programma. Het wordt allemaal een programma. Mooi.